Wij zijn heel erg op het of tegen het doodschieten van honden, want ja, dat hoeft helemaal niet. De eigenaar moet daarop gewezen worden dat het niet mag dat je hondje losloopt. Het staat immers in de wet. Het OLB heeft het plan opgepakt en daar hebben ze om 8 maart hebben ze een Facebookbericht uitgebracht waarin staat zwart op wit. Einde maart start er een voorlichtingscampagne. Ja, ik schiet over, want ik word zo boos daarvan. Dat schetst mijn verbazing. Op 31 maart om 4:30 staat er weer een Facebookbericht dat het OLB heeft besloten om een werkgroep op te richten. En in diezelfde werkgroep zitten mensen van ja, verschillende handhaving en nog een paar, maar niet de dierenorganisaties. Die zouden dan als klankbord wel meegenomen worden. Het is natuurlijk krankzinnig. Er zijn nog steeds bijtgevallen, er worden nog steeds honden doodgeschoten of ingeslapen. Want waarvoor moet je een hond preventief doodschieten of preventief laten inslapen wat op het ogenblik gebeurt? Het is onzin. De eigenaren moeten daarop aangesproken worden. Dus er moet een campagne gestart worden en die moet wel zo vlug mogelijk gestart worden. Immers, het is wetgeving. Deze wetgeving is al 25 jaar oud. En zelfs in deze wetgeving, een eilandsverordening is dat, staat dat je de honden niet los mag hebben zonder toezicht. Er staat ook dat de honden niet op een openbaar terrein mogen. En er staat ook in dat er een sanctie opgelegd kan worden van 2 maanden gevangenisstraf, hechtenis, en een boete van 5000 gulden. Dus er is 25 jaar niet gehandhaafd. En nu, omdat de bijtincidenten erger worden. De bevolking groeit, dus ook de bevolking van de hondjes die groeien. En zou je er meer mee te maken krijgen. Dus het is natuurlijk krankzinnig. Het is wetgeving, men houdt zich er niet aan, men handhaaft niet. En nu belooft men de lakse houding van het OLB. Belooft men eind maart een campagne en weer geen campagne. Dus nu is die werkgroep en die werkgroep die moet er dan weer zorgen dat er wel een campagne komt. Nou, ik kan u vertellen, er staat helemaal niet bij wanneer. En wat er allemaal in die werkgroep besproken wordt, daar worden wij niet bij betrokken. Ik zelf geef al jaren les op scholen aan kinderen hoe om te gaan met honden en dat soort dingen. Dat is niets nieuws. Ik ben er al een hele tijd mee bezig, want ik ben een hondenliefhebber. En ik wil graag dat de jeugd ook weet hoe je met een hond moet omgaan. En ook de ouderen. En ik wijs de kinderen er ook op dat de honden niet buiten het eigen terrein mogen. En je was toch niet benaderd voor... Ja, in deze werkgroep of eerder door de overheid? Nee, omdat ze zelf alles kunnen oplossen. Want het blijkt wel, 25 jaar wordt er niets gedaan. Dat is de houding van het openbaar lichaam. Ik vind het bijna een arrogante houding, want er gebeurt helemaal niets. En nogmaals, het is wetgeving. Ik moet me aan de wet houden, jij moet je aan de wet houden, iedereen moet zich aan de wet houden. Dat gebeurt niet. Als jij 80 rijdt hier op deze weg en je wordt aangehouden, dan krijg je een bekeuring. Zo is het ook als je hond losloopt, dan had je eigenlijk of een sanctie moeten hebben, of tenminste een waarschuwing dat je weet dat het niet mag.